Zo? Ja, wow. Eigenlijk door het gaatje, maar... Want dan kan je ook zien dat het dag en nacht is, maar dat kan je misschien niet zo goed zien. Ja, dit is? Dit is nacht. Zo, en dan kan je ook dag maken. Je kunt er ook dag van maken. Je kunt er ook nacht van maken. Dat je, hoe leg je dat uit? Dat je heel creatief bent. Je denkt iets uit in je hoofd en dan ga je dat gewoon met handen of met een machine of je maakt iets. Ik ben Anna. En ik ben Kiki. En waar zijn jullie vandaag geweest? Bij het Spoorweg Museum. Nou, we hebben 4 keer wijzen, ja, doen we een paar jaar. Een paar jaar, ja. En daar doe je heel creatief. Heb je thema en doe je heel creatief iets met dat thema. Bijvoorbeeld. Klopt. Dan maak je bijvoorbeeld iets van klei. En dit is het thema industriële revolutie. Ja, en dan kan je bijvoorbeeld iets van klei maken. Of dingen, bijvoorbeeld weven. En dat soort dingen. En je kan ook toneelstukjes doen. Ik heb daarvan een kijkdoos gemaakt. Een trein en een soort fabriek. Een stoomweverij. En lampjes. Lampjes. Dat dag en nacht kan worden. Dit is misschien... Wauw. Kan je beter zien. Ja. Kun je even uitleggen wat het is? Wat we zien? Kiki, er ligt een wolk op de grond. Oh, er ligt een wolk op de grond. Ja. Stoomwolk. Let niet op deze wolk. Oké, de wolk hangt weer. Ik vond de arend ook wel leuk. Wat doe je dan? Dan zit je in een lift, kom je naar beneden en dan zit je eigenlijk in een soort klein mijnwerkersstadje. Ja, nee, in die tijd zit je dan eigenlijk. Ja. En dat is heel erg interessant, want je leert daar ook heel veel van. En je zag bijvoorbeeld... De trein de Arend. Ja, en je zag ook bijvoorbeeld hoe de wc er toen uitzag. En verder heb je hier boompjes, struikjes. Treinen. Nog meer bomen. En dan heb je hier een hele lange rails met een trein en een kolen ding erachter. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie. Als je nieuwe producten wil ontwikkelen, dan moet je creatief zijn. Maar creativiteit, het belang van creativiteit gaat veel verder dan dat. Als je leerlingen leert om te vertrouwen op hun inventiviteit, om te experimenteren, dan bouwen ze creatieve hersenen. Ze leren spelen in hun hoofd. Een goede dramadocent leert zijn leerlingen niet alleen wie Shakespeare was, maar ook wie ze zelf allemaal zouden kunnen zijn. En dat is belangrijk om flexibel in het leven te staan. De leerlingen van nu zullen zichzelf 11 keer opnieuw moeten uitvinden in hun leven, omdat ze 11 verschillende functies zullen doorlopen. En van 30% van die functies, die kennen we nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden. Mensen die zichzelf een leven lang blijven ontwikkelen. En kunst kan daar een belangrijke rol in spelen. Kunst is een essentieel spel om te overleven. Zijn jullie creatief? Heel. Nee, ik hou heel erg van tekenen. Ja, ik hou van toneelspelen, dus drama. En ik hou van tekenen. Veel kinderen vinden kunst leuk. En dat wordt gek genoeg vaak als diskwalificatie gezien. Het is leuk en dus niet serieus. En dat is een groot misverstand. Want... dat het leuk is, betekent juist dat het serieus is. Enthousiasme is de motor achter de ontwikkeling van goede hersenen. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen in aanraking komen met inspirerende toneelstukken en mooie concerten. En daarom is het zo belangrijk dat scholen kunsteducatie serieus nemen. Dat ze het niet zomaar voor de aardigheid doen en dat ze hoge eisen stellen. Als we de toekomst serieus nemen, dan moeten we ook kunstonderwijs serieus nemen.